Welkom heren Mielder bij weer een nieuwe aflevering van TV 800. In het jubileumjaar Horst aan de Maas 800 brengen we weer nieuws en leuke activiteiten. Zo gaan we eens luisteren naar het verhaal over LEF 2019, een talentenjacht voor jongeren. Gaan we op bezoek bij wapenmakerij Hendricks en Lottem. Maar eerst gaan we beginnen met een bezoek aan de bouwcampus in Horst om eens te kijken hoe het stiert met de bouw van het amfitheater. Horst aan de Maas 800, een jaar van ontmoeten en verbinden. En in het kader daarvan ben ik vandaag bij bouwcampus in Horst. Ik ga op zoek naar Dion Raaier, projectmanager van het amfitheater. En die zit aan het bouwen met de eerste jaar studenten. Kom maar mee. Ah, Dion. Ah. Hey, ik zie dat dit druk gewerkt wordt. Ja, je wordt zeker druk gewerkt. Ja, wat zit je maken allemaal precies? Ja, we zien voor Horst 800, Horst aan de Maas 800, zien we eigenlijk een amfitheater aan het maken. Een amfitheater. En waar gaan ze dat voor inzetten, jong? In het kader van Horst aan de Maas 800 werden door evenementen georganiseerd door de gemeente hier. En daarvoor maken we eigenlijk 6 tribunes met trap en nog een podiumdeel. Ja, en is dat moeilijk? Want we zien met een hoop man aan de gang en ik ben de projectleider, die moest het allemaal managen. Ja, ik moet zeggen, de voorbereidingen waren lastiger dan nooit werk. Dus natuurlijk wou ik wisselen wel indeels en wie veel mensen er indeels. Maar in principe als een lab het en iedereen weet wat er moet doen, dus iedereen heeft gewoon zijn taak. En die moet gewoon vervullen, zeg maar. Ja, mooi, want ik kan je begrijpen, het zijn allemaal eerste jaars die er aan het bouwen zien. Ja. En de tweede jaars die zien dan echt maar de uitvoerders eigenlijk. En de managers zeg maar, van het hele bouwding, hè? Klopt. Ja, klopt. De eerste jaars die helpen ons eigenlijk met de constructie, zeg maar. En wij als tweedejaars zorgen gewoon voor de planningen, de werkgroepen. En zorgen gewoon dat de eerste jaars aan de slag kunnen, zeg maar. Ja, dat is mooi, mooi. Hey, en wanneer moet het klaar zien? We hebben als deadline hebben we 22 februari. Want in maart wordt de eerste evenement eigenlijk georganiseerd. Waardoor wij daarvoor eigenlijk klaar moeten zien. En aangezien ik nou, we lopen op planning. Dus 22 februari is de avond schoon. Dus, Ja, mooi. En dan kunnen mensen het amfitheater gewoon gebruiken in Horst aan de Maas? Dan kunnen ze het zien en gewoon gebruiken, ja. Dus, laat wel me moeien, moet ik zeggen. Ja, chic man. Hey, en bouwcampus, mooie school, fijne school. Ja, kijk, ik moet zeggen, dit is een hele fijne school. Ze zorgen er ook momenteel voor dat wij zelf ons eigen gang kunnen gaan. De leraar heeft in principe vrij weinig, stem erin. Dus eigenlijk zien wij gewoon nou het aanspreekpunt. En wij zorgen er ook voor dat alles geregeld is. Dus qua materialen, qua schroeven en alles. Wij zorgen gewoon dat alles klaar ligt voor de kinderen gebruiken. Dion, dan heb ik nog één vraag in dich. We zien inmiddels wat boete. Dan heb je daar een heel mooi amfitheater gebouwd, een mooie tribune. En dan, hoe krijg ik dat ding op de plek van locatie waar ik moet zien? Ik wil in Zwolle een feest gooien. Hoe komt dat ding door? Ja, zoals je zus stond we over in een trailer. De heeft het transportbedrijf van Leendert heeft ervoor gezorgd dat wij dit ter beschikking hebben gekregen. Dit is eigenlijk een van de 2 trailers, daar komt er nog een bij. Willen wij al onze tribunes en podiumdelen kunnen vervoeren later, zeg maar. Ja, dus dan komt de vrachtwagen met jullie theater erin en dan wordt die op locatie opgebouwd. Ja, hij blijft ook gewoon in staan, dus je kunt gewoon weer gepakken of er een uur is. En dan die kan dat weer vervoerd. Ja, mooi, duidelijk. Horst aan de Maas verbinden, dat doe ik eigenlijk al mijn ganse leven. We brengen dagelijks met onze veerponten honderden mensen, zo niet duizenden mensen naar Horst aan de Maas. Heren, jullie organiseren een talentenjacht voor jongeren in Horst aan de Maas in 2019. Vertel er eens wat meer over. Ja, wij in het kader van Horst aan de Maas 800 jaar gaan we op zoek naar het muzikale talent in een van onze 16 kernen. We hebben wat voorrondes, dat kunnen we zeggen, in Zevenum, in Mielderen, in Grubbevorst en in Hegelsum is een voorronde. En uiteindelijk
is de grote finale van LEF in Horst op 18 augustus. Hey, en moeten dan een muziekinstrument spelen of kunnen zingen? Ja, het is heel breed. Zangtalent zien we nog op zoek, maar ook muzikanten. Speelde piano, speelde drums, wat voor instrument je ook speelt. Geef op en dien mij nog den titel, het muzikale talent. Het is heel breed. Hey, en de doelgroep is 9 tot met 15 jaar. Hè? Waarom specifiek deze doelgroep? Nou, dat is een doelgroep. Er zit natuurlijk heel veel van de jeugd die op les, pianoles hebben of drumles. Of bij een fanfare zitten, bij een drumband. En wij denken dat de kick van het podium, live op een groot podium, wat dat is. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Dat is wel wat anders toen ze aan een iPad zitten, bij wie ze spreken. En als je dus normaal in een fanfare speelt, kun je op deze manier met oud trompet of oud saxofoon kun je de bühne op. En kun je je favoriet mp3'tje erbij zetten. Dus je speelt met een nummer wat je leuk vindt, speel er mee. Ja, dat is gewoon keihard om mee te maken, zoiets. Ja. En denk je dat deze doelgroep dat heel spannend vindt, juist op het podium te staan? Ja, natuurlijk is dat spannend. Maar je merkt wel dat er supporters er misschien wel met elkaar over. Dus het begint wel echt te leven. Het is gewoon hartstikke ruig om te doen. Ja. En daardoor creëerde al een beetje een soort idee van hoe het is om in een band te spelen. Want sommige doen hebben zich al opgegeven met 2 of 3 man samen te doen. Een pianiste met een drummer samen. En daar doet zelfs een zanger aan mee. En dan kun je evengoed nog een mp3'tje eronder zetten. Nou, dat is gewoon, dat kriddelt een beetje een begin van een formatie van een bandje. Ja. Want in Horst leeft natuurlijk muziek ontzettend. Hè. We hebben de muziekkantine, we hebben Vrienden van Meerte Live, enzovoort, enzovoort. Dus ik huur het ook vanuit Venlo, Venroy, dat ze zeggen wat er in Horst allemaal op muziekgebied leeft. Het is gewoon ruig. Ja. Ja. En daarom ook deze de naam, LEF 2019? Ja, LEF staat voor het LEF Touren. Ja. Wij zoeken dus een het talent, maar het talent moet natuurlijk LEF doen. Wij bieden dat podium, wij faciliteren dat. En, gewoon een oproep aan de talentjes. Kom, doe een LEF, pak uw kans. Ja, zeker. En hoe kunnen ze zich aanmelden dan? Ja, aanmelden kan via e-mail. LEF2019@zigo.nl, dat is ons e-mailadres. We hebben een Instagram-account, we hebben een Facebook-pagina. En meer informatie over LEF is ook te vinden op de website van Horst aan de Maas 800 jaar. Ja. En laat ze maar komen, zou ik zeggen. Hè? Nou, heel mooi initiatief. Heel veel succes, mannen. Ik ben Jeffrey en ga meedoen met LEF. Den Hegelsum. Dorp met een prachtig volkslied. Hegelsum, mijn dorpje. Ooit geschreven door Jacques Kurtz. Met mooie plekjes als het Bakhuisje en het Ham. Maar als chauffeur heb ik van Zweden tot Italië zat mooiere dorpjes gezien dan Den Hegelsum. Maar het schone van het dorp zit hem niet zozeer in de omgeving als wel in de mensen die er wonen. Een bluiend verenigingsleven in stand gehouden door een hoop vrijwilligers. En mensen die met de schoefel een perksje bijhaalden. En die een leeg blikske of een chipsekske oprapen wat de schooljucht per ongeluk had laten vallen. Dat maakt een Hegelsum zo'n schoon dorp om mee te wonen. Misschien is dat wel meer van die dorpjes, hoe ik ooit erin gereden ben. Maar van een Hegelsum weet ik het zeker. En zoals het in het volkslied al klinkt. Wij kijken in een rangafstand als er wat moet gebeuren. Dan zien we samen in een band en liggen niet te zeuren. Ik sta hier voor de deur van basisschool De Stip. Kinderen uit Zwolle en Tienerij zijn samen met juffrouw Marloes op een musical aan broeden over 800 jaar Horst aan de Maas. Kom je kijken. Even vlug een voorstelrondje. Ik ben Jente. Ik ben Fenne. Ik ben Lisa. Ik ben Wouter. Ik ben Mika. Ik ben Vera. Ik ben Juri. Ik ben Melanie. En ik ben Marloes. Nou, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Want ik ben heel benieuwd. Nou, wij gaan vanaf nu een beetje de eindmusical van groep 7 en 8 voorbereiden. En die gaat grotendeels ook over hoe Zwolle en Tienrij er 800 jaar geleden uitzagen. En het verhaal speelt zich af
in een situatie waarin een groep kinderen die aan het voetballen is. En dan komt per ongeluk de bal in de tuin van de buurman terecht. En die buurman, dat is een beetje een verstrooide man, een professor, die is bezig met het uitvinden, het ontwikkelen van een tijdmachine. Nou, die kinderen die raken zo met elkaar aan de praat. En dan zouden ze het wel eens heel leuk vinden om te weten hoe het 800 jaar geleden in Horst en Tienrij was, omdat ze nu op school ook met de middeleeuwen bezig zijn. Nou, dat kan, zegt die professor. Stap maar in. En hij stelt de tijdmachine in, 800 jaar terug. Totdat hij ineens... En dan is hij net met die vinger op die nul. En dan drukt hij een nul te veel in. En dan raken ze in een scène van 8000 jaar geleden. Dus dan gaat er van alles mis eigenlijk. Eigenlijk van alles mis, maar wel leuk mis. Ja. En wie kan daar iets over vertellen? Wat er dan misgaat? Dan gaat het eigenlijk... Dan gebeurt er eigenlijk dat we weer te ver in de toekomst komen. En dan komen we op uiteindelijk weer in dezelfde tijd. Ik en mijn moeder hebben een scène gemaakt dat de hele klas naar het Rijksmuseum gaat. En dan gaan drie vriendinnen in het Rijksmuseum en dan... Valt het licht opeens uit en dan raken ze verdwaald in het Rijksmuseum. En heb je zelf verzonnen? Ja, met een beetje hulp van mijn moeder. We gaan 800 jaar terug in de middeleeuwen. Jee! Hey, van wie komt het idee eigenlijk om 800 jaar terug te gaan in de tijd? Want dat is natuurlijk wel wat nu in Horst en de Maas heel erg speelt. Hè? Horst en de Maas bestaat 800 jaar. En jullie hebben het eigenlijk met z'n allen bedacht. Of toch? Dat zeg je goed, hè? Ja. Nou... Ik merkte dat groep 7, 8 was bezig met het lesonderwerp middeleeuwen. En ik denk, hey, yeah. Middeleeuwen, idee, 800 jaar Horst aan de Maas. Daar gaan we een musical over maken. En zo is het gekomen. Ja, heel bijzonder, want je hoort heel vaak dat musicals inderdaad... Hè, dat zijn van die standaard musicals. Maar deze, die is er nog nooit uitgevoerd. En gaat het nooit meer gebeuren waarschijnlijk. U heeft ze vast wel al eens gezien en gehoord. De korte filmpjes tussen de onderwerpen door in TV 800. De muziek die u daarbij hoort is geschreven door Egbert Derricks. Egbert heeft ook de muziek geschreven voor het nummer Huub en Hai. Het LGOG houdt 30 januari een lezing over Leopold Hafmans, een opvallend Tweede Kamerlid in de 19e eeuw en afkomstig uit Horst. Gouverneur Theo Bovens noemde Hafmans in zijn toespraak tijdens de aftrapbijeenkomst op 4 januari de grote mond van Limburg. Een bijzonder opvallend Tweede Kamerlid. Een Tweede Kamerlid die zo prikkelend, uitdagend en gevat wist te betogen dat hij behoorlijk wat publiek van elders trok. Zijn bijnaam was niet voor niets Limburgs grote mond. Limburgs grote mond, dames en heren, afkomstig uit uw Horst aan de Maas. U mag daar trots op zijn. De lezing wordt gehouden in de Les de Gulden in Horst. Het oudste huis in Horst aan de Maas staat in Melderslo. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat rond 1350 op het terrein van Museum de Locht een boerderij heeft gestaan. Exact op die plaats wordt de woning van weleer herbouwd. Medewerkers van de Locht hebben de eerste spullen die zijn opgegraven en gerestaureerd in Heerlen opgehaald en teruggebracht naar Melderslo. Klaar om naar Heerlen te gaan om onze spullen terug te halen van het middeleeuwse boerderij. Ik heb het nog niet gezien. Jij wel, Xavier. Ik heb ze 10 jaar geleden gezien. Ja. Ja, toen heb je ze uit de grond gehaald. Nou. Eerst je houten emmer opgevallen met putten van het water. En dan... Oh, dat is dat houten trog waar we het over hadden. Ja. Ja, klopt. Die is dus echt gerestaureerd. Kijk, en die was dus in tweeën gespleten. En de twee helften die zijn gebruikt als twee van de 5 palen
wat het raamwerk vormde van de waterput. Ja, geweldig. Oké, okay, inpakken en meenemen. Ja. Dit jaar zul je wandelend door rustige straten in een van de dorpen van Horst aan de Maas ontdekken dat er in tientallen voortuintjes vele tientallen tekstballonnen met gezegden en uitdrukkingen staan. Deze gezegden zijn in de afgelopen eeuwen ontstaan en via het tuinpad ons leven binnengekomen. We gebruiken ze als vanzelfsprekend in ieder gesprek, maar weten vaak niet waar ze vandaan komen. De borden geven tekst en uitleg. In deze TV 800 quiz hebben we het winkelend publiek in 10 rij foto's van 16 min of meer bekende inwoners uit de 16 kernen van Horst aan de Maas getoond. Met de vraag, weet u wie dit zijn en in welk dorp ze wonen of geboren zijn? Nou meneer, kende je iemand hiervan? Even heel goed kijken. Pepijn Leinders, de voetbaltrainer, zit nou bij je. Pastoor. Ja, supergoed. Dat is Nienke. Ja, kijk. Nou. Die was bij ons in de school. Oh ja. Wat leuk zeg. Kwamen ze dan zingen? Ja. Of ja, we hadden meer een... Zij was helemaal verkleed, dus we konden niet zien wie het was. En we hadden allemaal vragen door de hele school. En toen moesten we... Zij moesten beantwoorden met ja en nee. En toen moesten we raden wie het was. En we hadden het goed geraden. Nou, dat is Marijn Poels. Dat ja. Is... Waar komt Marijn Poels vandaan? Oorspronkelijk van Meerlo. Maar volgens mij woont het in Zwolle genau. Dat weet ik niet precies. Is de buitenreder. Kennen ze zich ook? Pierre? Oh, Pierre Knoop. Nee, niet Pierre Knoop. Van Helde. Ja. Van Helde. Uit de Meldersen? Ja. Nienke, uit Hoors. Als ik zo goed kijk, ja. Dan ken ik er niemand van. Wat? Dat zal in de buurtreden naar boven zien, maar dat zal uit Horst komen of Meldersen. Dat is dat. Ik kan even niet op de naam komen. Pierre. Pierre Helles? Ja, Pierre van Helden. Van Helden? Ja, komt in de buurt, hè? Ja, Marijn Poels. Nou, werd er toch aan, hè? Ja, dat weet ik er toch aan, ja. Ja, en waar komt hij vandaan? Hey, ik heb oorspronkelijk uit Milderen. Ja, en wie kent er nog meer? Nee, dat volgens mij een trainer. Het broek is... Nee, of hij zei dat niet. Dat is Pepijn Leijners. Ja, ja, ja. Ja, de assistent-trainer van Liverpool. Die zangeres van The Voice. Ja, of is dat niet The Voice? Ja. Wie was de laatste bij jullie op school? Nienke. Oh, kijk hier. Nienke. Hey. Is ze dat? Ja. Ja? Ah. Nienke Wijnhoven, hè? Ja. Kan ze goed zingen? Ja. Ja. Kijken, dat is in ieder geval familie van Leendert uit Broekhuizen. Broekhuizenvorst, Broekhuizen, denk ik. De pastoor, of de pastoor. Ja. En Nienke van The Voice Holland, om het zo maar even te zeggen. En dan houdt het wel een heel eind op, denk ik. Prima. Knoops? Ja. Ja, politiek, maar volgens mij Horst. Ja, Hegelsom. Oh, Hegelsom. Ja. Nou ja. Nou, wel Horst dan van The Voice of een van die programma's van tv. Oh, ik denk dat ik al een paar zie. Ja? Pastoor Verheggen. Ja. Raymond Knoops. En weet u waar ze vandaan komen? Die komt uit Metrik, dacht ik. Of Hegelsom. Ja, Hegelsom. En Wiel Lensen. Ja. Die komt uit Zwolle, waarvan ik hem ken. Is dat niet Marleen van Leendert? Nee. Ja, klopt. Wel, ja, ja. Ja. Leendert, uit Broekhuizenvorst. Ja. In het kader van 8 eeuwen menskracht ben ik vandaag op visite bij wapenmakerij Hendricks. En volgens mij zijn die uniek in de hele wereld. Want ik weet niet of er heel veel mensen op de wereld wapens maken. Ah, Michel. Wat is dat met doen, jong? Ja, ik ben hier nog een schutterijbuks en nog even af aan het monteren.
En dan nog de final touch. En dan kunnen we die over meer gaan afleveren. En weer aan de nieuwe schutterij. Mogen ze weer met een nieuwe buks het nieuwe seizoen in gaan zegenen. Dus. Ja, en die heeft zich allemaal van heel veel schutterijen. Wist je de buksen het maken? Het merendeel wel. Op dit moment heb ik zo'n dikke 100 buksen. Die komen elk jaar in de winter komen die binnen voor onderhoud. Haal ik die helemaal uit elkaar. Doe ik die voor inspectie, loopinspectie. De visering kijk ik helemaal naar. En als je daar klaar zit, dan kunnen ze daar weer fris in het nieuwe seizoen beginnen. Hoe wordt ze buksenmaker? Ben je dan geïnteresseerd in cowboyfilms of zo? Of heeft dat er niks mee te maken? Nee, dat toch niet. Kijk, ik ben toch een beetje de voetsporen van pa en oor gevolgd. Ik heb daar 7 jaar aan studie gedaan in Luik als meester geweermaker superieur. En daar ben ik toen eindelijk in 2000 langzaam hier in die schutterswereld ingerold. En daar heb ik me bepaalde jaren buurlijk sterk gemaakt en verdiept met het ontwikkelen van een nieuwe buks. Nou, en dat heeft toch wel zijn vruchten afgeworpen. Want toch de laatste 10 jaar is toch een overwinning plaatsgevonden met een Hendrix-buks. Michel, ik ben er al een tientje in de gaten aan het gooien. Dat is meer alles wat te zien is een beetje, maar dit is wel een heel speciaal apparaat, of nee? Dat klopt. Dit heb ik uniek gemaakt voor het achtkantig draaien van schutterijluip. Dus als ik het goed begreep, is dit gewoon allemaal in Horst en de Maas bedacht door dich, in Lottum? Dat klopt. Ja, nee, helemaal. Kijk knap. Ja. Dit is deze tak van sport, van schietsport, zal ik het zo noemen, is echt een Limburgse traditie. Dat is echt Limburg en Belgisch Limburg. Praten over ongeveer 160 schutterijen. En door doe ik dan alle reparaties, onderhoud en nieuwe buksen. En het kroet, het slaggoedjes en alle andere aanverwante producten leveren we door aan dus. Nou, inmiddels aanbeland in de bioscoop van jullie bedrijf. Maar hier is ook iets bijzonders aan de hand, Michel. Vertel eens. Zeker. We zien de eerste in Nederland met een speciaal concept. Dus hier werd met echte munitie geschoten. Dus men moet ook 18 zien. Dus ik neem aan dus dat je dat ook ziet. Ja, net. Ja. Mogen ik schieten? Laat de kwaliteit hem eens even zien. Ja, Michel, nou is me weer aan een andere ruimte gebracht. Waar ben ik nou beland? Ja, dit is toch een van de laatste ruimte. Dit is de 100 meter baan, de ondergrondse 100 meter baan. Wat we in 2008 begonnen met de bouw ervan, 2010 gerealiseerd. Hier doen we voornamelijk het testen en het verder ontwikkelen van wapens en het optiek goed afstellen. Nou, ik ga er wel vandoor. Ik snap wel waarom ze de ondernemersprijs van 2016 gewonnen hebben. Wat een mooi bedrijf. En dat allemaal gewoon in Lottum. Hey, haiwa! In Horst aan de Maas wordt er eigenlijk al jaren geregeld een lekker glasje bier gedronken. En dat verklaart ook wel de geschiedenis van de bierbrouwerijen in onze regio. Of niet, Jan? Jazeker. We kennen een grote geschiedenis van brouwerijen in Horst aan de Maas. Rond 1913 tellen we er 16 zelfs. Nou, brouwerij was natuurlijk samen met een herberg of een café. Ze brouwden eigen bier. Ze verkochten het ook aan collega's die dus hun bier verkochten weer. Elk dorp had zijn eigen type bier, zijn eigen bier. Want het was eigenlijk ook niet zo goed te transporteren, want het waren heel goed verzorgd in die tijd. En waar lagen die 16 brouwerijen? Nou, die zouden wel verdeeld over de ganse gemeente, maar in Broekense Vos waren er 3. Ja. Waaronder bijvoorbeeld brouwerij Het Anker. In Broekense was er een, in Grubbevoors was er een, die heette toevallig ook Het Anker. In Lottum was er een, die heette ook Het Anker. Dan hadden het nog de gebroeders Vullings, die hadden een brouwerij in Horst en een brouwerij in Zeerum. In Horst zelf waren er maar liefst 6. In Milder was er nog een, brouwerij Geurts. En in 7 hadden ze er ook nog een stuk of 3. Dus er waren brouwerijen zat. Want Jan, het geeft een speciaal bier ontworpen voor 2019. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, de viering van 800 jaar Horst vonden we natuurlijk wel een mooi feit om door ook een feestelijk tintje naar te geven. Want tegenwoordig is het niet meer nodig om bier te drinken voor gezondheid. Maar wel omdat het zeker zo lekker is. En zien we naar een brouwer gegaan in Rotterdam. Peter Gouwen, brouwerij Noord.
Waarom? Omdat ik wist dat in dat type bier wat ik in de kop had, ook wel ging brouwen. 8% alcohol, 8.00. Goh, waar kunnen we het vanaf? Ja. En het is lekker doordrinkbaar, ondanks aangezien best hoog alcoholpercentage. Zie er nog meer initiatieven rondom de bierbrouwerijen of bierbrouwen in Horst en de Maas? Nou, we kennen natuurlijk allemaal de Zeven de Hemel in Zevenum. Al jaren prima bier. Ik heb gehoord dat Rob Ummentum in Kronenberg het Kronenberger bier op Nederland wil inblazen. En er gaan geruchten dat Erik Brouwers in de Meertrik ook een brouwerij gaat beginnen. Henk, geeft hier een standbeeld staan in Neffen ook. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dit is de heilige Arnoldus, de beschermheilige van de brouwers. En de heilige Arnoldus is heilig verklaard omdat de goede man in België rond de middeleeuwen mensen bier te drinken gaf. En bier was iets gezonds. De heilige Arnoldus had een klooster en in het klooster gaf je mensen bier te drinken. Mensen buiten het klooster, die gingen dood aan allerlei enge ziektes. Griep, pest, noem maar op. Maar de mensen die van de Arnoldus het bier te drinken kregen, die mensen bleven gezond. De mensen die gewoon water dronken, die werden ziek en die gingen gewoon dood. En dat bier beschouwd als een wonder. Ja. En als je een wonder verricht, dan word je heilig. Dus de heilige Arnoldus is heilig geworden vanwege het bier. Dit was hij daar, de eerste aflevering van TV 800 in 2019. Over enkele weken zien we er weg en dan blikken we vooruit op de vele leuke evenementen die gepland stonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Haaien!